Aan de Torenlaan, een rustige straat in Doorn, staat het huis waar de schrijver Simon Vestdijk lange tijd tot aan zijn dood in 1971 heeft gewoond. Op 2 februari 2022 verzamelden zich hier enkele leden van de Vestdijkkring om een bord te onthullen. Dit ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Vestdijkkring. Voorzitter Hans van Velzen vertelt iets over het leven van Simon Vestdijk in dit huis aan de Torenlaan. Op 14 februari 1965 overlijdt Hans Koster en blijft Vestdijk hier alleen in het huis achter. Hij vierde op 17 oktober 1965 zijn 67ste verjaardag thuis met alleen Nolger de Goor als bezoeker, die er getuige was dat op dat moment de 27-jarige Mieke van der Hoeven opbelde. 10 jaar nadat zij Vestdijk ontmoette en tekende. Enkele weken later nam Vestdijk een taxi en reed naar Mieke's flat in Utrecht. En daarna ging het snel. Op 27 december van dat jaar traden zij in het huwelijk. En uit het huwelijk kwamen ook al snel kinderen voor. Dick op 25 januari 1967 en Annemiek op 4 februari 1969. De feestelijkheden rondom Vestdijk's 70ste verjaardag begonnen in oktober 1968 met de uitreiking van de erepenning van de gemeente Doorn. Hier thuis nam hij in zijn trouwpak en de blauwe pantoffels de erepenning in ontvangst uit handen van burgemeester Ter Haar. En op 22 maart 1971 werd Vestdijk de prijs de Nederlandse letteren toegekend. En de volgende morgen om 17:15 overleed Simon Vestdijk. Waarna hij op 26 maart werd bijgezet in het graf van zijn moeder op Nieuw Eik en Duinen. Mieke bleef aanvankelijk met de kinderen tot haar dood in het huis aan de Torenlaan woonde en liet het in grote lijnen intact. Nu is het huis verkocht, maar het blijft natuurlijk voor Vestdijk liefhebbers het huis waar Vestdijk woonde en veel van zijn meesterwerken schreef. En om dat te onderstrepen is er in samenwerking met de ANWB een herinneringsbord ontworpen dat hier vandaag met toestemming van de bewoners is geplaatst en wordt onthuld door de grote Vestdijk-liefhebber en biograaf Wim Hazeu. De eerste keer dat ik binnenkwam door die deur, ging ze op de trap staan, een paar treden hoger. En dan moest ik bij haar komen en dan zei ze, zo groot was Vestdijk. En zij was dus zo klein. Ik moest 3 traptreden, verschil was dat. Dat was de eerste ontmoeting met Mieke en het ijs was gebroken en sindsdien heb ik haar vertrouwen gekregen en kon ik werken aan de Vestdijk biografie. Hier kwam Roland Holst, hier kwam Nolger de Goor, soms als een stalker, hier kwamen allerlei andere mensen, maar Vestdijk was vooral gesteld op zijn rust en daar zorgde Hans Koster voor. Veel mensen werden voor de deur weggewimpeld en daar zorgde later Mieke. Fijn om hier te zijn en het huis dat het zo intact is gebleven. Het is niet verpest, het is alleen mooi opgeschilderd. En ik ga nu het onthullen. Lang leven Doorn, lang leven Vestdijk. Roel Jonker leest het gedicht aan een jonge tekenares voor dat Vestdijk in februari 1956 schreef en dat hij heeft opgedragen aan Mieke. Wat vloeit daar? Het is het vocht dat ze vol ijver verzamelt met het regenen van haar lijnen. Het is de tekening, ritselende vijver, waarin haar blik bij keren wil verdwijnen, om zich dan weer heel groot op mij te richten. 2 ogen groot, 2 lieve vergezichten. Want onbaatzuchtig tekenen slechts de vrouwen. De oude schilders kenden zwaardere dromen. Zij wilden anderen in de ogen schouwen om in hun gunst te worden opgenomen. Zo schiep niet één als zij, rein en bezonnen. Maagdelijke kunst die nimmer werd ontgonnen. Februari 1956.